Welkom allemaal. Heel leuk dat je weer aanhaakt bij Amsterdamse Iconen. Dit is alweer de 14e editie in deze reeks, waarin we telkens een iconische Amsterdammer interviewen over diens werk, leven en band met de stad. Mijn naam is Jolien. Ik ben de interviewer van vanavond en heb de eer en het genoegen om met het icoon van vanavond in gesprek te gaan. Nou, wie is dat nou? Nou, hij is banketbakker, hofleverancier. Zijn kroketten hebben een belangrijke rol gespeeld in het feit dat hij ook een begrip in Amsterdam is geworden. Zijn naam, zijn winkel, maar zeker ook zijn zoete lekkernijen, zou ik willen zeggen. Denk aan de cheesecake, de bonbons en nog veel en veel, veel meer. Verder is hij ook groot liefhebber van de Amsterdamse school, een Amsterdamse architectuurstijl. Nou, vanavond gaan we het hebben over zijn liefde voor de stad, het ambacht van het banketbakken. En u ontdekt ook hoe hij ondanks een tegenslag toch zijn bakkerscarrière voortzette. En gelukkig maar, ik heb het natuurlijk over Kees Holtkamp. Mag ik een heel hard applaus? Ja, Kees. Nou. We hebben afgesproken dat ik mag tutoyeren. Graag. Dus dat is fijn. Hoe is het nou om hier vanavond te zitten? Je dacht nog, misschien komen er maar 20 mensen. Ja. Dit is de volste Amsterdamse icoon ooit. We zitten hier met meer dan 260 mensen in deze zaal, want er moesten stoelen bijgezet worden. Ik durfde het niet te denken, maar het is inderdaad zo. Misschien waar we het vanavond over gaan hebben, dat iets toegankelijks is. Iedereen snapt wat een bakker doet. Ja. Hè? En nou, ik denk dat veel mensen jou kennen van jouw overheerlijke dingen. Ja, niet in dingen, persoon, natuurlijk, maar gewoon. Ja, die naam, maar ja, goed, 55 jaar geleden begonnen. En altijd eraan gewerkt en voortgezet door opvolgers sinds 2002. En ja, dan word je een Amsterdams begrip. Terwijl ik ben een jongen uit Schipluiden. Petra komt van de Hoofdweg, hè? Petra is jouw vrouw. Ja, Amsterdamse. Schipluiden is een klein dorp in Zuid-Holland, bij Delft, toch? Ja. Ja. Dus ik ben geen Amsterdammer, maar je woont hier maar al je woont hier 60 nu? Jaar. Nou, ik vind dat je dan. Van mij mag jij je Amsterdammer noemen. Ja. Ik weet niet of ik daar iets over te zeggen heb, maar van mij mag dat. Want toen je hier naartoe kwam in de tram, had je tassen bij je van Holtkamp. En toen werd je ook al aangesproken, toch? Dat is altijd zo. Mensen die zeggen zo, waar ga je heen of dit of dat. De mensen boffen vanavond. Ja, die naam staat erop. Petra en ik zeggen er niks van, maar we zeggen, wil je ook even proeven? Dus één boterpuntje minder. Ja, dus diegene in de tram heeft geluk gehad. En voor de mensen die meekijken en hier niet live bij zijn, wij hebben net allemaal een heerlijk boterpuntje kunnen proeven. Echt gemaakt door Kees. En het was heerlijk. Dus jullie hebben echt wat gemist, kan ik zeggen. En diegene in de tram heeft heel veel geluk gehad. Nou, hij moest wel zeggen, ik wist niet of ze het pakhuis of ze de pakhuis de Zwijger afriepen. Maar de Kattenburgers, dat. Want wij gaan niet altijd met de fiets, alles. Ja, en nu was je met de tram. Ja, oké. Kende je pakhuis eigenlijk al? Ja, een paar keer een lezing meegemaakt, maar niet overdreven veel, dus dat moet meer. En wat vind je van de architectuur van dit gebouw? Ja, fantastisch. Daar zit Amsterdamse school in. Ik heb het verleden week nog met iemand over gehad, dat metselverband tegen de voorgevel. Dus ja, het is een functioneel gebouw. Maar de architect heeft die steentjes, die vierkantjes, dat heeft hij heel leuk opgelost. En dat is toch een afgeleide van de Art Deco, van de Amsterdamse school, in een bedrijfsgebouw. Dus dat is knap. Hier gaan we zo nog ook over doorpraten. Niet per se over hier buiten bij Pakhuis, maar dit in het algemeen, de architectuur. Is mij nog nooit opgevallen trouwens, dus ik ga ook eens even kijken. Ja, kijkbaar. Straks als ik ervoor sta. Ja, we gaan dit gesprek voeren aan de hand van een aantal plekken die belangrijk zijn voor jou in de stad. En aan de hand daarvan gaan we eigenlijk door het leven, door het werk en door de relatie met de stad heen. Zullen we naar de eerste plek gaan? Ja. Want ook daar komt eigenlijk het detail alweer terug. Het gaat over een gevelsteen. Ja. De Lomper. Lompen. Ja, in de Drie Lompen. Nu Vertel, heet het in de Hoedekamer. Over wat voor plek hebben we het? En dan waarom we het is deze plek belangrijk?
je moet weten, Amsterdam fascineerde me, maar daar komen we nog op terug. Waarom? Hoop ik. Maar ik stapte op de trein en ik maakte toch dezelfde rit als de toeristen tegenwoordig. Niet verder komen als het Rembrandtsplein. Dus ik had boekjes bij me over architectuur. Die voordat had ik jij in Amsterdam woonde? Dus ik was 16, jongen. 17, ja. Ik herinner me J.J. Vriend, dat was toen een beroemde architect. En die had een wandeling en die begon bij het Centraal Station. Die begon op de kop van de Zeedijk. En daar zat een historisch pand van Hendrik de Keizer. En daar zat... Toen, er heb honderden jaren een bakkerij in gezeten, maar nu zou dat niet passen. Nu is het een café, een proeflokaal. En ja, dan droom je daarvan. Ik had toch het idee van, ooit moet ik een keer hier terechtkomen. Ja. Dat heeft toch heel lang geduurd, maar uiteindelijk... Dus Amsterdam betoverde jou eigenlijk? Ja, je was betoverd absoluut. In deze stad? Ja, het is kijk, Delft deed dat ook. En Amsterdam is de overtreffende trap natuurlijk. Ja. He? Want misschien even goed, jij bent opgegroeid in Schipluiden. Ja. Je komt uit een bakkersfamilie, kun je wel zeggen? Ja, vertel generaties even. Lang. Mijn bedovergrootvader was een Hannekemaaier uit Westfalen. Er kwamen ontzettend veel gastarbeiders uit Westfalen, ook textielmensen. Daar is de Vroom en Dreesman en de Brennekmeijers, allemaal diezelfde stad. En mijn bedovergrootvader was seizoenarbeider. Zijn zoon werd bakker en op die plek wordt nog steeds gebakken. Dus er werd die generaties lang, er werd nooit gevraagd wat ga je doen. Ze werden allemaal bakker. En ook jouw broers. En dat overkwam mij ook. Top. En jouw broers ook. En mijn ook broers allemaal ook. Bijna bakker. Ja, er zijn er twee. Die zijn wat anders gaan doen. Eén is een hele goede pianostemmer, een ander is een antiquair. Maar wel op de bakkerschool gezeten. Ja. Ja, dat bestaat nu niet meer natuurlijk. Onze kleinkinderen doen iets heel anders. Ja. Maar toen was dat zo, en zeker in zo'n dorp. Ja, ja. En hoe is jouw bakkerscarrière eigenlijk begonnen? Want... Nou, hoe ben je daar verder in gegaan? Wij werkten... Kijk, nee, ik werkte niet thuis. Na schooltijd, dan gingen wij kinderen... Daar waren we nog geen 10. Maar dan moesten we de koekjes inpakken. Dus de banken lagen vol met koek of beschuit. En dan moesten wij inpakken. Dan konden de bakkers weer anders... Ja, die waren 's nachts begonnen. Die gingen naar huis. En ik herinner me nog beschuit... jullie weten wel, een beschuitbol, die snij je door de midden. Even een detail. En dan heb je een boven- en een onderkant. En dat heette mannetjes en vrouwtjes. De bovenkant was rond en heel bros. De onderkant harder. Dus er moesten 6 mannetjes in een pak en 6 vrouwtjes erbovenop. Als je dat niet deed, dan waren de klanten die... Er zitten te veel mannetjes in een pak. Ja, dat... Dus wij moesten toch goed opletten. Nou, dat soort werk deden wij. Koek inpakken, beschuit inpakken. Zo gleed je erin, snap je? Ja. En op mijn 12e... mijn vader die zat bij een inkoopvereniging in Rotterdam. En er zat een broeder Adalbertus... van een internaat in Voorhouten, BNS, Bisschoppelijke Nijverheidsschool... Heel katholiek dus. En die twee konden het wel met elkaar vinden. Dus Kees gaat naar Voorhout. Dus jij ging naar een internaat? Het is me niet gevraagd, maar het gebeurde gewoon. Je bent gewoon naar een internaat gestuurd om het vak, intern, de ambacht, te heel leren. Heel goed geleerd. Ja, en hier zien kan we ook een foto van die tijd, of niet? Ja, dat is een groepsfoto. Ja. Ik ben de twee. Ja, ik ben de enige met een stropdas. De tweede van chic, links. Chic, dus onder die buis zit ook nog een stropdas. Ja, daar ik ook. Zie het, ja. Ik ben leuk. Daar 13. Ja, oké. Leuk. Je zei net al, het was een kostschool. Het was van het geloof. Je kwam ook in Amsterdam met de stille omgang, toch? Ja. Met de processie. Dat heeft ook er gebeurden twee dingen in 1955. Er werd niet gevraagd of we dat wilden, maar we vonden het veel te leuk. Op 18 maart is de stille omgang. Nou ga ik nou niet... Ik ben gids geweest, dus ik heb nu de neiging om dat hele verhaal misschien te gaan vertellen. Misschien even kort wat de stille omgang is, voor wie dat niet weet. In 1945 is er in de Kalverstraat een mirakel gebeurd. Iemand was doodziek.
die had de hostie gekregen, de ja. laatste, het sacrament van de stervende. Hij braakte en ze hadden geen vuilnisbak of niks. Alles ging in het vuur. Die hostie kwam erboven zweven. De pastoor van de oude kerk, de nieuwe kerk was er nog niet eens, ja. die werd erbij gehaald. Tot drie keer toe gebeurde dat. En toen werd besloten, de burgemeesters van de toenmalige stad, die vonden het ook een goed idee. Dus toen werd Amsterdam een bedevaartplaats. Ja. Die kapel die kwam te staan, de heilige steden, waar nu Dungeon zit. Dat is een nieuw gebouw, oh ja. nou uit 1909. Maar daar trokken pelgrims vanuit heel Europa daarheen. En je ging dan in stilte? In de middeleeuwen was dat een processie. Ja. Die de toenmalige stad omliep. Dus Kalverstraat, Nieuwedijk, stukje Martelaarsgracht, Warmoestraat en de Nes terug. Zo groot was de stad in de 14e eeuw. Maar met de reformatie mocht dat niet meer. De katholieken moesten zich ernstig koest houden, zeker geen processies. Op het eind van de 19e eeuw bedacht een aantal katholieken, maar als we nu eens 's nachts en alleen mannen in stilte, stille omgang, niet gaan. Zeggen, ja. we gaan diezelfde route lopen. Dat werd immens populair. Nu zijn er nog maar een paar duizend die dat doen. Want als je nu door de Warmoestraat loopt met die cafés, ja. dat is geen doen. Maar wij waren met 150.000. Met 150.000? Ja, zoveel mensen ja. Kwamen erop af. En dat fascineerde me zo immens. En dat was ook voor jou een van de momenten dat je dacht, oeh, dat Amsterdam, dat... Ja. 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 En, jongen uit Schipluiden, die dacht, hier moet ik nog, heen. De stad ja. was doodstil. Ja. Het was 's nachts 1, 2 uur. We startten om 12 uur. Het moest midden in de nacht. Ja. En dat, de wet had daar niet in voorzien dat dat niet mocht. Ja. Want je mag 's nachts natuurlijk gewoon door de stad ja. lopen. Ja. Ik denk nog één van de momenten in jouw jeugd die belangrijk zijn geweest voor jouw band met Amsterdam. Daar hebben we ook een foto van. Dus daarom denk ik dat die ook belangrijk voor je is. Omdat je die foto ja. hebt aangeleverd. Ja, is dit een moment? Wat gebeurde hier? Ja, dat hier? Is drie dit is maanden... Dit is de Dam, voor wie dat, ja, dat nog niet had Dam. Gezien. Koning Gustaaf, het was ook 55, dus drie maanden na die eerste stille omgang. Moet je je voorstellen, ze bedachten, en de meeste mensen weten dat hopelijk nog wel, maar in de hongerwinter, we konden geen kant meer uit. Ik was toen 3. Maar daar heb ik geen weet van natuurlijk. Maar er werd Zweeds meel gedropt. Er kon brood van gebakken worden. 10 jaar later komt koning Gustaaf op staatsbezoek. En toen hadden ze bedacht, ja, dan gaan we geen soldaten daar neerzetten, maar 80 bakkers, wel van het internaat waar ik vandaan kwam. Ik ben nummer 5. Moet je even tellen. Je ziet een afwijkende muts. En daar wil ik het even over hebben als dat mag. Jij bent diegene met de... afwijkende muts, toch? Ja. Mijn moeder die had de eigenaardigheid om te zeggen, ik maak jouw bakkersgoed wel. Dat gaan we niet kopen. Nou, kijk maar naar die muts. Wat gebeurt er in 55? Ik had nog nooit tv gezien, zoals allemaal. Ja. De journaal was er natuurlijk bij. De broeder, die was nogal gesteld op mij. Nooit wat gebeurd. Ik zeg het er gelijk achter. Nee, echt gelukkig, niet, hoor. Gelukkig. Nee, echt niet. Ja. Maar goed, die zegt tegen mij en nog tegen 2 andere jongens, ga mee, dan gaan we naar de radiohandel. Want die had inmiddels een tv in de winkel. En dan gaan we even naar het journaal kijken, omdat die wist dat wij... Ik had nog nooit tv gezien en het eerste wat ik zag... Ja, die zelf? Cameraman, die had mij, omdat die muts niet klopt... Ik zag het eerste, mijn kop. Mijn hoofd vol op het scherm. Dus, okay. Geweldig. Dat was wel een dingetje. Niet dat ik daar toen van Amsterdam ging houden, maar... Maar misschien droeg het wel ja, bij op aan de... Ja, dat op de Dam marcheren. Ja. Wij moesten oefenen ja. om allemaal gelijkmatig. We moesten voor ons uitkijken. En dat doen de medeleerlingen niet. En ik heel braaf wel. Ik keek recht voor me uit. Maar goed, ja, nee, dat zijn foto's. Twee dingen in één jaar. Die maakten natuurlijk indruk. Hè? En wanneer kwam jij echt naar Amsterdam? Hoe is dat gegaan? Ik ging
In 1963 ging ik bij familie logeren. Ik heb een tante in Schipluiden en die kende familie van haar. Die zegt, daar moet je, als je nou in Amsterdam wil zijn in je vakantie 2 weken, ga daar dan heen. En toen dacht ik van, dit is mijn kans. Er was daar, dat is over architectuur gesproken. De hoofdweg tussen het Mercatorplein en de Jan van Galenstraat zat een immense rij van Weideveld. Amsterdamse school weer. Andere stijlen vind ik ook mooi, hoor. Maar goed, en die appartementen, die hadden allemaal een kamertje op zolder waar je wat bewaarde. Maar de woningnood was toen net zo erg als nu. Dus die kamertjes die werden verhuurd. En ik ging, dus ik maakte het plan van volgend jaar kom ik naar Amsterdam. En er werd afgesproken en ik kwam op dat kamertje terecht. En ging bij een hospita? Bij de hospita, wat later mijn schoonmoeder werd. Ja, daar komen we zo ook nog even op. Ja, en ik heb het over mijn schoonmoeder. Mijn schoonvader was zo'n lieve man. Maar ik heb het altijd over, want zij bepaalde alles in huis. En zo was het. Nou, we zijn inmiddels aangekomen bij inderdaad de tweede plek op jouw kaart. De hoofdweg, waar je dus hebt gewoond, op zolder. Ja. En je hebt daar jouw vrouw ontmoet, Petra. Ja, die was onderdeel van het gezin. Maar ik was niet zo'n handige jongen, dus dat heeft heel lang geduurd. Ja, het is niet anders. Hoe ging jullie ontmoeting? Hoe is deze liefde ontbloeid daar op de hoofdweg? Ik kwam er natuurlijk elke dag tegen. Ja. Maar ja, ik moet nog even zeggen. Dan kunnen we rusten. Ik liep heel slecht. Ik had, dat was wel een trauma uit mijn jeugd. Ik had heupdysplasie. Ik ben het uit 42, dat werd niet opgemerkt. Wat is dat precies? Nou, even voor iedereen misschien? Dat heffen ze nu op door een baby 3 maanden in het gips te zetten. En dan is het goed. Als je dat niet doet, dan zo 17, 18 jaar, dan kan je steeds moeilijker lopen. Ik ben geopereerd en nog eens. En dat ging helemaal niet goed. Ik heb thuis heel lang plat moeten liggen, niet bewegen. Op de begane grond. Ik wil nooit meer op de begane grond wonen. Want op zo'n dorp, ze hadden diep medelijden met me. Achteraf begrijp ik het wel. Maar en toen werd ik uiteindelijk, ik kon alleen maar bij mijn vader gaan werken. Want je kan niet in Delft bij een banketbakker je verhuren van, om de zoveel uur moet ik gaan zitten. Dus ik ging bij mijn vader werken. Maar een fysiotherapeut die toen heel zeldzaam was in Delft, die lapte me op. En toen dacht ik, ik kan naar Amsterdam. En ik had broers genoeg die de zaak van mijn vader over wilden nemen. Dat gebeurde ook. Die zaak is er nog steeds. Maar ik kon naar Amsterdam. En ik had die kamer. En toen ging ik solliciteren in de Van Balenstraat bij Messon School op de hoek van de Van Egenstraat. Nu natuurlijk al lang geen patisserie meer. Dus je verhuisde eerst naar Amsterdam voordat je een... Ik had eerst die kamer. Ja. En ik had wel de naïviteit van, dat werkt, dat lukt wel. Want er was toen net zo'n ongelofelijke behoefte aan ambachtsmensen als nu op dit moment. Dus dan hoef je niet te twijfelen of je aan het werk kon. Maar ik liep, ondanks die fysiotherapeut, liep ik toch wel. Dat zag er niet uit, hoor. Dus die man, ik had een heel gesprek en 2 weken niets gehoord. En toen kwam er een telefoontje, je kan beginnen. Later, we raakten later bevriend en toen heeft hij het wel gezegd, er kwam niemand anders in die 2 weken aan. Gelukkig maar. Ja, ik maakte daar de Amsterdammer mee. Kijk, in Schipluiden bij mijn vader was ik toch een beetje de chef van de afdeling banket. Heel simpel op zo'n boerendorp, hoor, geloof me. Roomboter kwam er niet aan te pas. Je moet je niet vergeten, Schipluiden, Delftland is toen de producent van boter, maar ze aten het zelf niet, hè, die boeren. Dus margarine, maar goed. Je hebt met hele gezeggelijke jongens en geen meisjes nog, hè, te maken. En dan kom je hier in Amsterdam. Was het een cultuurshock om in Amsterdam enorm, te komen? Ja, enorm, want die jongens die zeiden gewoon, ik werd dus tot chef gebombardeerd.
van doe het lekker zelf, weet je wel, dat. Je werd altijd werd het vuur aan je schenen gelegd. Dus dat waren hele... Het was wel een leerschool. Dus ik heb daar 4,5 jaar gewerkt. En nou, mijn lesje wel geleerd. Dus ja. Toen ging... Nou, oké, toen kwam de Vijzelgracht. Maar... Daar komen we zo op. Ja, tuurlijk, want ik wilde nog iets vragen. Het was want... heel zwaar, maar veel geleerd. Ik maakte daar kennis met de kroketten. Wat ik als banketbakker in Delft en Schipluiden totaal geen benul misschien even, van had. De kroketten van Holtkamp zijn heel logisch. Ja, de kroketten zijn bekend. Maar een banketbakker die kroketten maakt... dat heb je dus bij de eerste bakker waar je werkte eigenlijk geleerd. Ja. Is niet zo heel logisch. Voor nee, mij. Maar het is wel logisch. Banketbakkers waren de cateraars, de betere zaken voor de oorlog... De rijke families in Zuid en op het Museumplein... die kwamen niet in een restaurant... maar de banketbakkers die deden daar de catering. Ja. Die gingen na hun werk gewoon diners klaarmaken. Het was altijd huzarensalade vooraf, een pastijtje. Dat zijn typisch banketbakkersdingen, kroketjes... En dat waren chique voorgerechten, bouillon. En dan kwam een hoofdgerecht. En dan kwam natuurlijk cipollatapudding, ook zo'n banketbakkersding, of ijs. Ja. En ik herken nog hotels of restaurants waar ooit een banketbakker begonnen is. Ik zeg maar even Hotel Bakker in Voorde. Je ziet zo, dat is door een banketbakker gesticht. Want de huzarensalade staat erop en de kroketjes... want het is precisiewerk. Een kok die werkt graag uit de losse hand. Maar kroketten, alles afwegen. Dus zo komt het en zo is het bij die banketbakkers blijven hangen. En het hoort ook bij bakkers. Ja. Want Dobbe, Kwekkeboom en wij nu zijn allemaal bakkers. Ja. Febo. Allemaal bakkers. Allemaal bakkers geweest of ze zijn het nog. Laten we dan toch maar naar de plek, denk ik, die iedereen wel verwacht had... als we het over plekken hebben, jullie... De winkel natuurlijk, die sinds 2002 wordt gerund door jouw dochter. Angela en Jordi. Ja. Maar die jullie zijn begonnen in 1969. Ja. Wat ik me ook elke keer moet realiseren... Ik werkte in de Van Balenstraat, dat ging best goed. Maar er is ook geen moment geweest dat er een knop omgedraaid wordt... van nu moet ik voor mezelf beginnen... Je moet weten, die Holtkampen, die 150 jaar daarvoor... het studeren deed niemand, daar werd niet naar gevraagd... maar wel altijd op een gegeven moment je eigen bedrijf beginnen. Dat was een automatisme. Dus na 4,5 jaar begon ik zo gewoon rond te kijken. Petra was 18. We hadden een relatie met elkaar, maar voor Petra was het heel lastig. Want haar vader werkte in een papiermagazijn. En ja, nou, we gingen samen toch kijken naar heel veel zaken. We hebben er 10 gezien. In Amsterdam allemaal. Ja, en dat noemden we toen, die had je toen nog, nu niet meer, papa en mama zaken. De man in de bakkerij, de vrouw in de winkel. En dan was het of, als het jongere ondernemers waren, dan wilden ze naar een winkelcentrum... Waren het ouderen, dan wilden ze ermee kappen. En het verhaal is al zo dikwijls verteld. Ik moet het nog zeggen, we hadden 10 zaken die te koop stonden. Extreem veel. Maar dat was in West, dat was de Admiraal de Ruitenweg. De Vrijheidslaan, Amstelveenseweg en 1, de Vijzelgracht. Nou, en dat was het, want ik was niet naar Amsterdam gekomen... om achterin de Admiraal de weg, de Ruitenweg... Om daar te gaan beginnen, een bakkerij te gaan maar beginnen. Maar de Vijzelgracht wel. En wat was dat dan op die Vijzelgracht? Wat trok jullie zo aan die plek, nou, aan die... De oude aan stad. Die winkel daar? Ja, de oude stad. Ik moet nog even zeggen... Oh nee, dat komt zo wel. De oude stad, de winkel, dat was de dag van de opening. De reizige meneer met die kleine vrouw, dat waren de huiseigenaren. Petra en ik staan erachter. En de banketbakker met zijn pochetje, waren onze voorgangers. Ja. De Vijzelgracht, ja. Het was het centrum van Amsterdam. Het magische centrum, wat de provo's riepen. En dat vond ik ook. Ik deed nooit mee,
Maar ik wist wel wat ze deden. En dat was ongelooflijk boeiend. Dus het magische centrum. Er woonden ook volgens mij wat mensen in de buurt. Carmichelt. Ik was vanaf mijn 15e las ik alles van Carmichelt. Alle bundels. Mijn moeder was echt van het 12e kind bevallen. En kreeg een boekje 100 dwaasheden. Nou, dat had ze gelezen. Ze vond het wel aardig. En toen kreeg ik het. En dat ademde gewoon Amsterdam. Een beetje hij woonde op het Weteringcircuit. Ramses Shaffi was ook een held. En die woonde boven Rodriguez op de Vijzelgracht. Tegenover. Ja. Er is nog steeds een bonbon. Even ertussendoor. In het assortiment die Tini genoemd wordt. Naar mevrouw Carmichelt. Want we waren wel vooral bevriend met Tini. Simon was meer afstandelijk. Ja, die was. Maar Tini en de bonbon is er nog steeds. Dus wat voor bonbon is het? Met brandewijn erin. Oh. Want net als wij hielden ze wel van een glaasje. En kun je ook nog iets vertellen over het interieur van de winkel? Want daar komen ook wel een beetje jouw twee passies en liefdes samen. Alles viel samen. Ja. Want waarom is dat nou wat geworden? Kijk, in 1928 heeft die winkel die werd verbouwd door de familie, door die mevrouw die daar staat, die kleine mevrouw met dat grijze kapsel. Toen was ze nog jong en een vriend van de familie, de overkant, de huisarts van de buurt, dat was de vader van Piet Kramer. En Piet had ook een broer die werkte in de bakkerij. Dit heb ik uit de overlevering. Ja. En er is een bouwtekening met een andere naam. Maar dit is absoluut van Piet Kramer. Zoveel kwaliteit. Maar Piet werkte in gemeentedienst. Wij denken, maar we kunnen het aan niemand meer vragen, dat hij gewoon een privéklusje, een vriendendienst voor de familie heeft gedaan. Ja. En die winkel die zat er nog in. Want die man met die blazer die was zo extreem zuinig de laatste 17 jaar. En hij verfoeide het interieur zoals iedereen. Hè? Ja. Want al die interieurs zijn verdwenen. Ja. Hij sloopte het niet, maar hij deed er schrootjes voor. En later kan hebben dat wij niet die begrijpen. Nee, niet begrijpen. Nou, dus alles kwam samen. Dus die winkel. En ik moet het toch maar even zeggen. Petra is de ideale gastvrouw. Ja, daar wou ik ook zo. Want daar op de Hoofdweg kon altijd alles. En dat is op de Vijzelgracht voortgezet. En het is is het zo dat de winkeldames er altijd plezier in hebben. Dus een van jouw grote liefdes in de winkel was de Amsterdamse schoolstijl. De Art Deco-stijl van het interieur. Maar jouw andere grote liefde daar was natuurlijk Petra. En Holtkamp als merk kon natuurlijk nooit zo goed zijn zonder Petra. Nee, dat weet je zelf als je in een restaurant komt en de kok die kookt de sterren van de hemel, maar je wordt lom bediend. Lastig. Ja, want onder, dus ik onder bedoel, de winkel was de bakkerij. Dus jij zat in de kelder. Jij was in de kelder aan het werk. Petra, is het we hadden ons eigen terrein natuurlijk. Ik in de kelder. Ja. We hebben het erover gehad. En Petra in de winkel en we woonden erboven. Ja. Wonen, werken. Ik moet nog even zeggen. Even teruggrijpen naar. We moesten natuurlijk met de bank gaan praten. En die man die kwam in de bakkerij. Want ik liet de bakkerij zien. En toen stootte hij zijn hoofd. Want hij kon niet rechtop staan. Hè. Zo lang was hij niet. In de kelder, ja. Dus ja, je gaat hier toch niet je brood verdienen. Maar dat deed ik wel. Dus ik kon 11 jaar niet rechtop staan. Toen wij het pand kochten, gingen we gelijk de diepte in. Dus hij gaf ons geen kredieten. Nou ja, oké. Okay. Dat is een ander verhaal. En uiteindelijk heeft de boerenleenbank van mijn dorp ons geholpen. Want ik spaarde daar als kind. Dus het ging toch door. Omdat je daar als kind spaarde, kreeg je een. Wat maakt jou en Petra nou zo'n goed team? Ik ben niet zo'n briljante bakker die altijd gelijk raak schiet. Maar ik maak iets en dan vind ik het leuk om
stap voor stap naar de perfectie te gaan. En Petra is de gastvrouw. Ja, nou, dat is een goede combinatie. En dan die winkel. Ja. Dus dat is een compleet plaatje. Misschien ook even, ik weet dat ze het niet zo leuk vindt, maar Petra zit hier op de eerste rij. En we praten hier natuurlijk met Kees, maar Holtkamp was nooit zo groot geweest zonder nooit Petra. Alleen. Dus dit kunstje kan je niet alleen. Even een heel hard applaus ook voor Petra, want... Sorry Petra, ik moest het toch even zeggen. Ja, dit vindt ze niet leuk. Nee. Nou, wel leuk natuurlijk. Ja, het is toch best leuk om een applaus van meer dan 260 mensen even te krijgen. Dit is, dat moet ik even zeggen. Soms is het in de zomer zo druk bij onze buurman, de Italiaan, waar we heel goed mee zijn, dat we een tafeltje voor onze eigen deur krijgen. Ja, en hier zitten jullie met Felix Rottenberg aan tafel. Ik kwam even langs, gelijk mee eten. Leuk. Hoe leuk is dat? Gezellig. Wat kenmerkt nou jouw werkwijze, zou je zeggen? Hoe ga jij te werk? Eenvoud. Je komt collega's tegen die zo ongelooflijk, ook meer in het restaurantwezen, met zoveelheid van smaken, dat je niet meer weet wat je eet. Ja. Je moet beginnen met de allerbeste grondstoffen en dan eenvoud. Dat je wat je ziet, dat je weet wat het is. En dat je niet hoeft te raden wat zou die er nou in gestopt hebben. Ja, dat spreekt toch veel mensen aan. Ja, en volgens mij heb je ook een enorm oog voor detail. Of ben je heel perfectionistisch? Klopt nou, als, dat, of? Als je iets heel strak maakt, laten we zeggen de zaggetaart. Ja. Er kan niets, maar dan ook niets aan mankeren. Want één, als je een vinger aanraakt, met een vinger, dan kan die al niet meer. Dus het moet, hoe strakker, hoe moeilijker. Ja. Dus hoe simpeler iets eruit ziet, hoe moeilijker eigenlijk. Snap je dat? Ja. En het is oké, Kees. Okay. En waar haal jij de... Want het was aan de ene kant natuurlijk heel vanzelfsprekend dat jij bakker zou worden vanwege je bakkersfamilie. Maar aan de andere kant heb je ook wel wat moeten overwinnen met je met dat je dat staan ook niet echt vanzelfsprekend voor jou was. Bakker worden door je heupdysplasie. Ja, maar door die slechte periode, zo 4 jaar. En toen we eindelijk op die gracht zaten, dan ga je zo tot het gaatje van dat. Ik ging eigenlijk achteraf gezien te ver. Ik heb me wel heel druk gemaakt. Nou, het is goed gekomen, want ik zit hier nog, maar ik kan het niemand aanraden. Maar in mijn enthousiasme, weet je wel, en steeds maar weer. Dus we begonnen 's morgens met z'n allen om 7:00, 7:30. Om 6:00 gingen de mensen, de jongens en meisjes, toen nog geen meisjes, nu veel meisjes. Hè? De jongens gingen naar huis en dan ging ik bijvoorbeeld bonbons maken. Dat was zuiver ontspanning of dingen bedenken. Petra en ik gingen 2 keer per jaar naar Parijs. En dan zag je, dat was natuurlijk een voorbeeld, of naar Gent. Dan zag je zulke buitengewoon goede dingen. En dan ging je dat thuis toepassen. Nu kan je alles op internet vinden. Dat kon toen natuurlijk je moest je ogen de kost geven en kijken hoe je dat thuis kon realiseren. En waar haal je de inspiratie vandaan? Ik vind dat geen pikken bij collega's. Wat ik al zei, en natuurlijk de vakboeken. En dan niet letterlijk overnemen, maar toch uiteindelijk je eigen draai eraan geven. Ja. Dan krijg je die citroenpunt. Ja, ik zie hem nu staan. Die was er niet eerder, want een citroenpunt zoals we hem allemaal kenden, dat is, ik moet even in vaktermen spreken, een bodem blind bakken. Dat betekent deeg, bakpapier erin, boontjes, papier eruit halen en dan ging er een mengsel van citroensap, boter en opgeklopte eieren, die giet je erin, dat ging de oven in en daar ging merengue op. Toen dacht ik, als iemand zo'n taart mee naar huis neemt, dan is de dag daarna is die krokante bodem, die wordt zacht. Toen hebben we bedacht, we doen fonceerdeeg, we doen een bepaalde amandelvulling, waar ook banketbakkersroom in zit, tot op de dag van vandaag. En we doen daar citroensap, een klein beetje citroenrasp, om het een beetje milder te maken, suiker en slagroom. En daar de merengue overheen, Precisiewerk. Ja. Dus nu zie ik hem
op veel adressen, maar dat vind ik ook leuk. Ja. Laat ze maar, laat ze hem ook maar maken. Het is een bekende citroenmerengetaart. Ja, precies. Ik zie mijn favoriet er ook tussen staan, de cheesecake. Ja. Dat is mijn absolute favoriet, denk ik. Wat is eigenlijk jouw? Heb je zelf ook een op dit moment een favoriet? De cheesecake. Ook? Oh, ja, waarom is hij zo lekker? Omdat het ook jouw favoriet is. Hij heeft een hele moeizame start gehad. Het is maar een klein puntje. Ja. Maar ja, het zijn ongelooflijk veel calorieën. Dus als je die taartpunt opeet, dan is het ook wel klaar. Hè? Dus ja. Uiteindelijk, kijk, als de mensen dan weten, als ze hem geproefd hebben, ja, dan waren ze om, snap je? Maar het heeft toch een tijd geduurd, hoor, voordat het een topper werd. Ik heb vroeger in de horeca gewerkt en toen, als ik na mijn dienst, heb ik heel vaak een klein stukje cheesecake nog gegeten, want die werd daar verkocht. Dus nou, mag ik dat zeggen, dat die drie die je hier ziet staan, die zijn zo ontwikkeld, later door Nico en door Angela Jordi, zodat als iemand ermee naar huis gaat, en zeker de horeca, want die verkopen niet alles dezelfde dag. Ja, dat wil je wel, maar dat is gewoon niet zo. En zo'n citroenpunt kan dat hebben en die chocola en de cheesecake ook. Begrijp je? Ja. Dan ziet het er niet ellendig uit de volgende dag. Dus daar is ook aan gedacht. Ja. Geweldig. Okay. Je zei net al van het succes van Holtkamp zit ook in de mensen die het nu eigenlijk al 20 jaar de winkel, of meer dan 20 jaar de winkel runnen. Wat is er veranderd sinds jouw dochter het eigenlijk heeft overgenomen? Ja, wat ik in 2002 heel lastig vond, maar achteraf hadden ze groot gelijk. Kijk, in mijn enthousiasme, dat heb je al begrepen, was het assortiment immens groot. Ja. Laten we zeggen, in die tijd dat Petra en ik in de zaak zaten, hadden we zo'n breed assortiment. In restaurants had je ook zulke dikke boeken à la carte. Snap je? Nou, wat zien we nu in de horeca? Je kan kiezen uit drie voor, drie hoofd, drie nagerechten. Misschien vijf, maar dat is het dan ook. Of nog strakker, ze hebben gewoon een menu. Dit bieden we aan. En zo, die richting is het ook Het assortiment op de Vijze Gracht gegaan, verkleind. Ja. Snap je? Dus hogere omzetsnelheid. Begrijp je? Dus, maar je moet dan wel snijden. Maar goed, dat hebben de restaurants ook gedaan. Ja. De dingen. Dus je blijft met een kernassortiment zitten. Wat heel sterk is. Ja. En dan aan de zijlijn zie ik seizoensproducten. Weet je wel? Het is zomers fruit. En dat is 's winters karamel. Dus zo wissel je toch wel wat. Maar er zijn zoveel vaste nummers in de winkel. Ja, dat maar zie veel je zijn ook gebleven. Ja, die er niet meer uit kunnen. Ja. Dus in de zijlijn kleine wisselingen. Ja. Seizoens. Ja. Ja. Snap je? Zeker. En ondanks dat jij nu al 22 jaar niet meer in de bakker staat onder je winkel, ben je absoluut niet gestopt met bakken of met jouw kennis delen. Je kookt ook graag, volgens mij. Je hebt een kookclubje. Dat is de volgende plek op de kaart. Die jij dus je hebt de Koggenstraat. Dat is heel leuk. Ik ben daar. Even kijken. Ja, nee, goed. In de Koggenstraat is dat CCA, Cuisine Culinaire Amsterdam. Dat is een landelijke vereniging. Daar koken ze een hele maand één menu. Op dit moment zijn ze ook bezig. Dus we hebben één menu en dat wordt en wij doen lunch koken op 2 dagen geleden. Maar het is toch wel zo dat ik meestal op het dessert terechtkom. En dat vinden de meeste medeleden ook prima, want desserts vinden wel, ze lastig. En ik heb vind je het nog ook wel iets kunnen leren over het maken van desserts? Ja, zeker, want je krijgt altijd, we doen het altijd met z'n tweeën, dus ze wisselen en dan zijn we met z'n tweeën. Maar ik kijk ondertussen hoe een biefstukje gebakken wordt. Want dat vind ik veel enger. Ja. Want dat mag, als je dat doorslaat, dan is die te droog. Doe je te kort. Dus dat vind ik weer veel moeilijker. Maar dat vinden zij niet. Maar hoe verschilt het koken van bijvoorbeeld een biefstuk of het bakken van een biefstuk? Hoe verschilt zoiets van het banket bakken, zou je zeggen? Nou, de kok doet heel veel op gevoel. Al moet ik zeggen dat de laatste tijd hebben ze het over kerntemperaturen en dat gaat over halve graden. Dus een kerntemperatuur moet niet
iets overschrijden, want dan is het eiwit stolt en dan wordt het vlees droog. Dat weten ze inmiddels ook. Vroeger deed een klassieke kok, die drukte in de biefstuk en de veerkracht. Dan wist hij, die was zo geschoold van, nu is die goed. Ja. Nou, een banketbakker, die werkt natuurlijk ook met gevoel, maar weegt tenslotte alles af. Hij meet de temperatuur van alles wat je op het gas hebt staan. Hij, en in de oven natuurlijk ook. Ja. Dat is het verschil. En een kok, die maakt iets en die stuurt het die nog kan ter nog plekke bijsturen, bij. Je kan je niet voorstellen dat een kok natuurlijk een groene pepersaus staat te maken en dat hij dat af staat te wegen. Die doet een scheutje van dit en van dat. Ja. En gaat het schift een paar druppels water. Dus volstrekt iets anders als een banketbakker. Ja. Ik las ergens dat jij zelfs het water niet in de maatbeker deed met het afmeten, maar dat je alles het boog, omdat het anders... Ja, want dan heb je een litersmaat van een liter en heb je 100 centiliter water nodig. Ga er maar eens... Dus ik weeg dan 100 gram af. Ja. Het is zo 120 en dan zit je 20% erboven. Ja. En dan zit je fout. Ja, dan gaat het dus mis. Ja, nee, zeker. Je bent nu ook heel druk bezig met eigenlijk het delen van jouw kennis. Je hebt zijn er van jouw hand eigenlijk verschenen met heel veel recepten. Ja. Je houdt het niet voor jezelf, hè, de recepten. Nee, natuurlijk niet. Ik noem altijd onze goede, beroemde overbuurman Rodriguez. Daar hebben de mensen er tot op de dag van vandaag over, zijn paté. En nooit heeft hij dat verklapt. Dus niemand we kan weten die paté het niet meer. Nee. En dat moet ons niet overkomen. Dus heel veel dingen uit de winkel maken Stella en ik op FoodTube. En die staan ook FoodTube in het boeken. Dat vertel eens. FoodTube. En wie is Stella? Want dat weet misschien ook niet iedereen. Oh ja, sorry. Stella is kleindochter, is nu 20. En wij maken al 15 jaar. De boterkoek was het eerste kunstje. De wat wij deden bij Ronald Hoebe, die benaderde ons toen. Die had een site opgericht, FoodTube. En zo van, ik ben bij een paar koks langs geweest. Zou jij, ik had vroeger wel met Ronald te maken, zou jij iets van de patisserie doen? En toen hebben we een Bretonse appeltaart gedaan en een boterkoek. En Stella was 5. Dus in het eerste filmpje was 5? Stond er eigenlijk gewoon bij te kijken. En dat sloeg gelijk in als een bom. Dat waren trouwens 2 dingen die we ook in de winkel verkochten. Hier zien maar de winkel heeft het druk genoeg. Een leuke foto van Stella toen ze nog jong was. En, ja, we waren even aan het napraten bij de buurman. Onze goede buurman, de Italiaan. Ja. Dus we hebben allebei niet... Ja, die tweede foto wisten wel. De eerste niet. Gewoon na de filmopname zo van... we namen het wel serieus, hoor. Van... Want jullie hebben nu echt talloze video's samengemaakt, waarin jullie 150. Samen koken. 150 verschillende gerechten of recepten, of zijn het soms ook... Heel veel uit het boek, maar ook een aantal gewoon... Want we zijn nu bezig met het boek van Klaas Gubbels, samen met Klaas verleden jaar. Dat zijn dan weer andere recepten. We zijn nu bezig met Luc Zeebroek, Kamer Gurka. Ik maak iets en hij tekent. Ja. Bij Klaas was het zo... Jij maakt het recept? Bij Klaas was het zo dat Klaas, 90 jaar, die ging 40 aquarellen maken. En ik zocht dan de recepten erbij. Want dat is toch altijd tafelstoelen, koffiepotten. Maar hij ging toch buiten zijn zone een doosje lucifers doen. En dan kon ik alumettes maken, een heel dun kaaskoekje. Geweldig. Dus ik moest wel zoeken. Ja. Maar Luc zegt, maak jij maar wat, ik verzin wel wat. Ja. En dat weet hij dan ook gelijk. Dus maar dat wordt ergens het najaar. Je bent heel veel bezig met het delen van jouw kennis. Ja. Via video's kunnen mensen hele recepten namaken met de video's. Ja. In allerlei boeken zijn recepten te vinden. Er komt nu ook een nieuw boek, je noemde het net al even, met Kamer Gurka. Ja, dat hoop ik in het najaar, want... Ja, je weet, het kan altijd weer later worden, maar dat is het plan. En waarom ben je zo aangetrokken om dit soort boeken ook met creatievelingen te maken? Dat is toch wel iets anders dan een standaard kookboek. Er was een galeriehouder in Rotterdam die Klaas en mij samenbracht. En toen met de presentatie van het boek, want hij verkoopt werk van Klaas. En
Hij vindt ons twee ambachtsmensen, want wie het werk van Klaas kent, dat is ambachts. Dat is, hij oefent een ambacht uit. Ja. En zien we er een klein beetje iets van op de voorkant. Natuurlijk, hij worstelt met de materie. Ja. Hij gooit het er niet zomaar op. Nou, toen de boekpresentatie met Klaas was, toen was Luc er ook. En die zei, ik zou het leuk vinden als wij deel 2 deden. Nou ja, wat wil je nou nog meer? Ik daar zijn we nu mee bezig. Ja. In het najaar. De allerlaatste plek zijn we alweer bij aangekomen. Ja, dat is de Westertoren. Ja, dat is... Vertel, waarom de Westertoren? Altijd... Nou kijk, ik sport op Keizersgracht 82. Dus ik 3 keer in de week fiets ik er voorbij. En ik kan niet wachten tot die stijgers weg zijn. Hopeloos. En dat het carillon... Denk je dat Boeker eerder is of wat de stijgers? Nee, de stijgers zijn eerder weg. Okay. Is beloofd. Laten we het hopen dan. Karel van het Hart, de opzichter Torens Amsterdam, een oud bediende. Die heeft beloofd, als de stijgers weg zijn, mag je weer erin. Goed. We hebben ook een foto volgens mij van jou op de Westertoren. Ja, Stella en ik, Petra durfden niet mee. Die gingen tot de 20e verdieping. Ik snap het wel. Als ik deze foto zie, krijg ik al hoogtevrees. Ik de foto zie. Als je maar een leuning hebt. Ja. Het ziet er niet heel erg... De laatste 4 moesten we zo. Ja. We hebben bij de kroon gestaan. Ja. Maar er waren er nog 2. Nou, met het haantje, dat hebben we niet gedaan. Ja. Het waaide hard, dus nee. Het ziet er echt... Ja, ik vind het beangstigend eruit zien, maar goed. Het staat voor Amsterdam. Ja, maar wat is dat nou in die architectuur of in die Amsterdamse school? Of wat is het daarin dat jou zo aantrekt? Waarom? Ja, we hebben het nou steeds over de Amsterdamse school. Maar als ik die fietstocht over de grachten, van de Vijzelgracht naar de Keizersgracht. Ja. En ik fiets altijd weer op een andere manier erheen. Dus altijd maar weer kijken. Laten we even ons bepalen tot het stukje Keizersgracht van de Westermarkt tot de Brouwersgracht. Dat is zo goed bewaard gebleven. Er zijn stukken minder. En dat zijn allemaal particuliere initiatieven van begin 17e eeuw. Een enkel pand, het Huis met de Hoofden, is het eerste pand. Heel veel panden zijn in de eind 17e eeuw of 18e eeuw of 19e eeuw. Die hebben het vervangen. Dus, maar het is een samenspel en het zijn allemaal individuen die dat hebben laten doen. Meestal onbekende architecten. En het is zo'n mooie combinatie. Dus als ik daar vroeger, een paar jaar geleden, gidste ik. En dan gaan we het niet over jaartallen hebben, maar gewoon moet je eens kijken. En dat heb ik weer van Kees Vens. En die zei dan altijd, we hadden het voorrecht om hem goed te kennen. Hij zegt, let nou eens op die lucht. Mm. En dat is zo als die lucht donker is en de zon schijnt en die gevels. Nou ja, dan word je heel lyrisch. Ja, want je hebt ook wandeltochten door de stad gedaan en botentochten door de stad. Ik ben 10 jaar gids geweest, maar dat lopen, dat moet ik nou niet meer doen. Nee. Ik fiets alles. Het fietsen. Dat doe ik wel als jonge mensen zeggen, dat durven we. Maar mensen op leeftijd, ja, ik weet niet, we fietsen allemaal wel eens in de stad. Ja. Ik zorg goed voor mezelf, maar die sliert achter me. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Ja. Dus dat hebben we overgeslagen. Maar wat wel gebeurt, even heel even aanhalen, maar daar ben ik trots op. In ons voormalige dorp zijn er goede doelenveilingen. Een missionaris, die bestaan nog steeds in Brazilië. Straatarme wijk. En dan wordt er een veiling gehouden. En dan zijn er mensen uit die streek, uit Delft en omgeving, die bieden op het item inmiddels een boottocht en een lunch, een krokettenlunch op de Vijzelgracht. Tweede gecombineerd, architectuur brengt, en kroketten. Altijd maar weer die kroketten. Altijd maar weer die kroketten. Lunch. Ja, en geweldig. Nog meer dingen in een tafel vol. Maar dat, kijk, en dat brengt veel meer op als dat
ik waak kan maken. Petra zorgt dat de tafel gedekt is en ik ga met die mensen in de boot en vertellen. En dan kan je tot de gasten kunnen onbeperkt welke leeftijd dan ook meevaren en hoeven niet de fiets op. Ja. En nog één ding, heel kort gezegd, volgende week is er weer een Kika-veiling, kinderkanker van AMC. En we zijn heel trots dat Petra en ik daar mee mogen doen. En dan wordt hetzelfde wat ik nu zeg, wordt ook geboden. En dat gaat dan om hele gekke bedragen, maar dat gaat al lang niet meer om onze prestatie, maar voor de kinderen. Kika, ja, mooi. En er wordt geen publiciteit er gegeven, er zijn nooit foto's. Want mensen die daarop bieden, die willen dat niet. Van de microfoon. Nee, die houden het voor zichzelf, sorry. Dan ben je voor het einde nog even goed te horen. Want ik vind wel mooi dat die tours waarin je dan die stad ingaat en die architectuur gaat ontdekken, dan eindigt met de kroketten. Daarin komen eigenlijk die twee passies samen. Ja. Maar ik herken ook wel een soort van dezelfde soort ambacht, dezelfde soort precisie in dat banketbakken en de architectuur. Is dat ook iets wat? Ja, zeker. Het is zo dat de aannemer die tientallen jaren voor ons onroerend goed, want we hebben er wel wat omheen. Die bakkerij daaronder is heel groot, dus er zijn appartementen bij. Die restaureerde op de Gelderse Kade, op de Leidse Gracht, in de Paleisstraat. En dan mocht ik altijd, we waren eigenlijk bevriend, de familie Jongbloed. En ik mocht in vier keer komen kijken als hij het aangekocht had. En dan zie je de aankoop. Dan gingen ze het ontmantelen. Dan gingen ze alles weghalen. Dan kwamen de oorspronkelijke facetten tevoorschijn. Dan met het restaureren en het eindresultaat. Dus ik ging gewoon vier keer kijken. En dat had ik ook wel graag willen doen, maar mijn vader was bakker. Dus, dat geeft ook heel veel voldoening. Ja. En het blijft natuurlijk, hè? Ja. Wat je doet. De architectuur blijft. Ja, natuurlijk. En als jij een pand restaureert. Ja. En in onze buurt heeft Gerard Prins, ik noem toch zijn naam, maar die heeft zulke goede dingen gedaan voor stadsherstel. Ik kan niet genoeg zeggen dat we dat soort stichtingen moeten koesteren. Ja. Want die houden de stad overeind. Ja. Nou, en jij hebt dat eigenlijk gedaan door ook al je recepten te delen, toch? Via allerlei, ieder doet zijn ding. Via allerlei manieren. Wat is nou met alles wat jij hebt gedaan, alles wat je weet over de stad en misschien ook vooral het banketbakken, wat hoop je nou dat mensen echt meenemen van al jouw kennis? Nou, die filmpjes die wij opnemen, er wordt op gereageerd en daar zitten vragen tussen. Want ik correspondeer met heel veel mensen. Ja. Dat is natuurlijk prachtig. Ze laten foto's zien. Die hun recepten net verkeerd hebben geïnterpreteerd. Ja, wat doe ik fout? Ja, maar dan ben ik er niet bij. Dus dat is bijna niet achter te komen. Maar je correspondeert. Ja, en dat vind ik prachtig. Hè? Ja, ja. We zijn bijna aan het einde van de opname in ieder geval gekomen voor AT5. Ik moet nog één ding zeggen. Ja? Er zijn ook veel mensen. Ik heb een psychiater gesproken. Ja, die sprak mij aan. Hè. die zegt, gewoon op jouw straat, filmpjes, of? Jullie filmpjes zijn zo rustgevend. Ah. Mensen die in de knoop zitten, adviseer ik die filmpjes te kijken. Geweldig, geweldig. Ja. Dat is misschien wel het beste advies. Ja. Mooi, en, toch? Een jaar of drie geleden, dat is het laatste hoor. Maar een jaar of drie geleden, een mevrouw komt naar me toe. En ik ben samen met Rienestaar dikwijls jurylid voor banketbakkers. Beginnende banketbakkers. En we zijn met z'n drieën, beoordelen we dat. Ik was bij een taartenwedstrijd in de Bijlmer. Heel de Bijlmer bakt, niet zo origineel. Komt er een mevrouw naar me toe. En dat was niet dezelfde. Die was niet bij die psychiater. Die zegt, ik heb van mijn hulpverlener te horen gekregen dat ik naar uw filmpjes moet kijken. Nou, dus mooi, dat. Mooi. Nou ja, dat is toch prachtig. Geweldig, geweldig. Die gaan het nooit doen, hè? Die gaan niks maken. Je weet het niet, je weet het niet. Nee. Je weet het niet. Nee, dat hoeft ook niet. Kees, mijn allerlaatste vraag aan jou, even voor nu, is wie is eigenlijk jouw Amsterdams icoon? Of meer dan je. Ja. Maar die is overleden.
Ja, Simon natuurlijk. Petra noemde dat vanaf de eerste rij. Ik noem eventjes, ja, maar toch weer die architect, André van Sticht. Ja. Ja, nu vergeet ik er echt een heleboel, hoor. Maar wat André gedaan heeft, de hallen gerealiseerd. Ik moet, ja. Ja, je vraagt ernaar. Niemand zag wat er in het project. En hij kreeg het bijna niet rond. Toen stak hij al zijn eigen geld. Dan moet je eens kijken wat er staat. Ja. Ja. Dus die bewonder ik enorm. En er zijn er nog veel meer. Maar had je maar gezegd dat je dat zou vragen. We kunnen niet alles weggeven. Je mag er nog even over nadenken. Als er nog meer mensen bij je oppoppen, kun je ze zo ook nog noemen. Want wij in de zaal gaan hier wel gewoon nog even door. De zaal gaat zo nog vragen stellen, denk ik. Maar voor de kijkers op AT5 en Salto en op YouTube gaan we het afsluiten. Ik wil jou in ieder geval alvast heel erg bedanken. Het was me groot genoegen om met je in gesprek te gaan. Het vloog voorbij. Ja, we hebben gelukkig nog even. De volgende keer, mag je nou zitten te kijken, de volgende keer kun je er ook gewoon bij zijn. Heel jammer dat je er deze keer niet was, want nu waren er ook allerlei lekkernijen, zoals het boterkoekje en zometeen dus ook nog de kroketjes. Jij was eigenlijk het hoofdgerecht van vanavond. Ja, wij gaan straks naar beneden. Zeker. En dan worden er kroketjes en bitterballen gebakken. Geweldig. Ik hoor van Nico kaaskroketjes en kalfsbitterballen. Geweldig. Nou, dat mis je dus allemaal als je hier niet bent. En die kaas is volstrekt vegetarisch, dat moet ik even zeggen. Geweldig. Dus wie, ja, oké. Okay. Mag ik een heel hard applaus voor Kees Holtkamp. Ja, en dan is het nu... We moesten nog even de tune afwachten. Oeps. Dan knippen ze mij er wel uit. Dan is het nu echt aan jullie om ook nog wat vragen te stellen. Mijn collega Luna staat achterin met een microfoon. En die komt naar je toe als je een vraag of een opmerking hebt. Ik zou zeggen, doe het alleen als je het echt wilt weten. Want anders dan moeten we heel lang op die kroketjes wachten. Ja, ik hoop dat ik het versta, want ik loop slecht en ik hoor slecht. Anders voor de rest herhaal is alles ik het even. Goed. Maar als je een vraag hebt of iets wil zeggen, steek je hand op. En, Is Galerie Linnik een leerling van jou? Sorry? Ik verstond het ook niet. Galerie Linnik, is dat een leerling van jou? Ja. Ja. Even kijken, waar komt de vraag nou vandaan? Daar zit iemand met een pet op. Amstelveenseweg 75. Ja, Linnik, hè, zeg je. Ja. Ja, ongelooflijk wat die daar staan te maken. Ja. Mooi. Die chef, die heeft 20 jaar bij ons gewerkt... En ik moet het even zeggen, die werd allerwege van de scholen werd gezegd... neem die man niet aan, want het is een notoire ruziemaker. Maar wat bleek nu? Hij is dyslectisch. Dus schrijven en lezen vindt hij heel moeilijk. Maar zijn talent is ongelooflijk. Dus wat hij aan combinaties, smaakcombinaties bedenkt... nou, dat gaat boven mijn pet. Maar dus... En dat bleek ook wel. En hij is 20 jaar lang heeft hij bij ons gewerkt... zonder dat er één onvertogen woord gevallen is. Maar op school kon hij niet uit de weg. Want hij, zijn theorie kon hij niet. Dus hij werd agressief en vervelend. Oké. Hij heeft het nu wel gehaald tot de vraag. Maar hij heeft vragen. Nu een prachtige zaak, ja. Zijn er nog meer vragen? Ik zie daar ook nog een vraag. Ja. Een vraag. Wordt er nog steeds gebakken in de kelder op de Vijzelstraat? Ja, fijn dat je dat vraagt... Alles. Op Sloterdijk, Nico die doet kroketten en de taartpunten voor de horeca. En op de Vijzelgracht is het helemaal een apart. Dus er komt geen gebak van Sloterdijk naar de Vijzelgracht. Want het is een hele grote kelder. Die winkel is maar 15 meter. Maar de kelder is ongeveer 300. En dat gaat tot Piet de Leeuw, als u een beetje weet van hoe het daar zit. En onder een paar panden, nee, alles maken ze zelf. Alleen het paas- en kerstbrood komt van de familie uit Schipluiden, want dat zijn broodbakkers en die doen dat beter. Mooi. Dat zeggen we er dan ook gewoon bij. Heel goed, heel goed. Zijn er nog meer vragen? Oh, nou, daarachter, hiervoor zometeen ook nog, zie ik.
Ik zou heel graag willen weten of u een land heeft in Europa of ergens in de wereld waarvan u zegt van nou, daar hebben ze zo'n fantastische baktraditie. Ja, België. Heel dichtbij. En waarom België? In Gent, hij is op het ogenblik 90 jaar. Jef Damme, dat zegt de leken niets, maar dat is onder de banketbakkers een grootheid. En die heeft receptenboeken geschreven. En in de midden 80e jaren kreeg ik dat boek in handen. En toen veranderde voor ons alles. Want een banketbakker zoals wij dat deden, we deden echt ons best, maar dat waren gebakjes en wat taartpunten. En de Belgen die waren al met desserttaartjes bezig. Bedoeling, zo van als je thuis een dinertje geeft, koop dan een taartje voor als dessert. En nou, dat hadden wij helemaal nog niet. Wel grote mokka, slagroom of vruchtentaarten in punten gesneden. Maar echt een taartje voor 4, 6 of 8 personen, dat hadden we niet. En dat heeft hij mij bijgebracht. En we zijn hele goede vrienden geworden. Hij heeft gezien wat wij ervan gemaakt hebben. En dat is fantastisch. Ja, België. Dus België. Mooi. Gewoon dichtbij. Ook met de kroketten natuurlijk, hè. Altijd weer de kroketten. Garnalenkroketten, ja, want toen wij die gingen maken, dacht ik, ik ga gewoon doen zoals de Belgen het doen. Want wij hoorden te veel zeggen, ik moet helemaal naar Oostende voor garnalenkroketten. Kan jij ze niet gaan maken? Tot Jan Hoekstra van Luxemburg zei, zou je dat willen doen? Nou, en dat, ja, oké. Okay. Nou, dat is het wel. Ja. Ja. Nog een vraag achterin. Ja, dit is van algemene orde. U bent gewoon een hele betrokken Amsterdammer, al 60 jaar, begrijp ik. Maar ja? Hoe kijk je terug op de stad na al die jaren? Hoe ik kijk naar de drukte? Nee, hoe je terugkijkt op de sorry? Stad. Wat? Oh, bedoel je de ontwikkelingen? Het was, oh ja, goed, misschien, fijn. Wat bedoel je met de jaren? Wij kwamen in een buurtje terecht. Ja. Misschien kan de vraagsteller nog even uitleggen wat hij precies bedoelde. Ja, gewoon, je kijkt gewoon op de stad in het algemeen, omdat je dat al die jaren heel intensief hebt meegemaakt. Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Onze buurt, ja, we blijven daar wonen. Het was vroeger toch gezelliger. Ik moet zeggen dat ik een maand geleden heb ik in een kringloopwinkel ze vroegen, wil je jurylid worden? Wat ik in de Javastraat meemaakte, dat hadden wij vroeger. Ja, daar ben ik. Dus die buurt, zoals dat heette, heel de Javastraat bakt. Ja, ook. Heel origineel. Iedereen kwam met taarten aan. Dat was zo'n gevoel. Ja, maar kijk, wij kennen onze buren niet meer. Want dat zijn expats die korte tijd bij ons in de buurt wonen. Nog steeds de buurman, een hele fijne Italiaan waar we heerlijk kunnen eten. Maar vroeger hadden we natuurlijk de slager, de melkboer. Maar dat is nergens meer zo. Dus het buurtgevoel is veranderd? Is absoluut veranderd. Okay. Maar Is er soms nog wel? Jazeker. Ja, natuurlijk. Wij hebben dus, ik zeg wij, maar de winkel heeft wel zeker een mix van klanten. Ook de straatjes achter ons, waar godzijdank sociale huurappartementen zijn. Ja. Dus en dat moet zo blijven. Ja. Achterin nog wat vragen, maar hiervoor zijn ook nog heel veel vragen. Als ik eiwit klop, ja. Dat doe ik dus altijd in een brandschone kom. Zoals u ooit gezegd heeft, volgens mij ergens. Wacht maar even, hoor. Als hij eiwit klopt, doet hij dat in een brandschone kom? Want dat heb jij ooit ergens gezegd. Ja, en dan toch eens in de zoveel tijd gaat het helemaal mis en zakt hij in. Wat doe ik niet goed? Dit zijn de vragen die je dus heel vaak krijgt. Ja, dan is je mixer niet snel genoeg en je gooit de suiker er snel bij. Dus eerst helemaal op laten komen en dan voorzichtig kleine beetje suiker. Nou, kijk maar, je moet gewoon, kijk maar naar het filmpje. Wij hebben nou 2 weken geleden, Stella, was dat de paaskuikens? Stella zit ook we in de zaal. We konden de schaal gewoon ondersteboven houden. Dus ja, je ziet wat we doen, hè? Even op FoodTube kijken en dan het filmpje goed nadoen. Ja, kijk maar naar paaskuikens. 2 weken geleden erop gezet. Het is nou geen Pasen meer.
En we konden het schaaltje gewoon omkeren. De volgende vraag. We gaan even door. Want of een de klein kroketten... beetje, ja, okay. We gaan even naar voren met de vragen. We komen zo vooraan. Ja, ik heb ooit een workshop gevolgd bij Holtkamp en leerden we merengues maken. En we leerden dat we de poedersuiker met de handen er doorheen mochten scheppen. En ik was verwonderd dat in het boek dat geheim niet opgeschreven staat. Dus ik vroeg me af, waar komt dat vandaan? Wacht even, staan de merengues niet in het boek? Nee. Ik zie wel even staken. Ze heeft een workshop gedaan. Ja. En daarbij moest de poedersuiker met de hand doorheen gedaan worden. Ja. Maar dat staat niet in het boek. We kloppen eiwit op. En dan gaat stapje voor stapje, laten we het recept maar even noemen. 3 eiwitten, 100 gram eiwit is dat. En dan doen we 150 gram fijne kristalsuiker, stapje voor stapje. En dan laatst, en als die kristallen opgelost zijn, dan spatelen we daar 100 gram poedersuiker doorheen. Maar in het boek staat dus niet dat je dat met de hand moet doen, zei deze persoon. Oh, nou, dat is dan iets voor de volgende druk. Dank je wel. Voor de herziening. Ja, dat kan al. Het was niet iets wat je toch nog, dat er toch nog kleine details achter worden gehouden om. Ja, want iemand die blijft misschien doormixen en dan gaat het fout. Nee, dat laatste moet je voorzichtig doen. Ja. Hiervoor waren ook nog een heleboel. Ja. Hallo, goedenavond. Mijn naam is Ronald. We weten natuurlijk allemaal dat er maar 1 Holtkampwinkel is. Dat is op de Vrijheidsgracht. Maar zou het nou niet heel leuk zijn als u ook een winkel gaat openen in Amsterdam-Noord bijvoorbeeld? Nee. Ja, ik ga er niet over. Maar de opvolgers hebben hetzelfde idee als wij, Peter en ik, toen. Kijk, wij hebben nog een ingewikkeld concept. Er worden gevulde koeken 's morgens gebakken. Om 8:30 gaat de winkel open, dan zijn ze nog warm. Er staan tompoezen die net gemaakt zijn. Soms zijn die dingen die zijn binnen een uur op en dan worden ze opnieuw gemaakt, ook de gevulde koeken. En stel dat je nou een filiaal in Noord hebt, dan staat de naam Holtkamp erop, maar dan is dat er niet en dat er niet en dat er niet. Er is nog iets, en dat is ook een dingetje, maar ik ga nu geen reclame maken, maar er is een Charlotte Rust taartje voor 6 personen met lange vingers zelf gemaakt. Met een strik eromheen. Dat staat leeg in de vitrine. Mensen kunnen opgeven à la minuut. Want er zijn 3-4 meisjes, hè, die heel mooi kunnen garneren. Dat is schrijven met chocola. Dus je kan erop wachten. Een ooievaartje bijvoorbeeld met welkom en dan de naam van het ventje. Of hartelijk gefeliciteerd. Nou, verzin het maar. En dat kan allemaal niet in een filiaal. Nou, dus geen uitbreiding. En natuurlijk, Sloterdijk, Nico zorgt ervoor dat die taartpunten overal zijn. Dus we hoeven geen filiaal te beginnen. Helaas. Hier op de eerste rij gingen net ook nog wat handjes, volgens mij, omhoog. Ja. Ik maak wel eens pompoenkroketten en... En ik merk dat die roe niet opstijft in de koelkast. En wat heb je nog tips? Nee. Maak je wel Het is een heel kort... Heb je wel eens pompoenkroketten gemaakt? Ik versta pompoenkroketten. Ja, pompoenkroketten. Ja, dat staat zo ver van me af. Jij hebt nog nooit pompoenkroketten gemaakt. Ja, maar ik vind het wel leuk als iemand het wel doet, maar ik kan je niet adviseren, nee. Misschien een leuke voor een foodtube een keer. Als jullie geen inspiratie hebben, de pompoenkroket. Waren hiervoor nog meer vragen? Ja, wel leuk dat je het doet, hoor. Maar nou, als het nou mislukt, dan maak ik er toch een pastijtje van. Dan kan je gewoon in zo'n deegbakje gieten. Ja. Toch nog een tip. In de categorie persoonlijke verhalen, mijn eigen oma tot een paar jaar geleden, 95, kwam uit Scheveningen, was geboren op het strand zo'n beetje en was gek op het pellen van de garnalen. Maar altijd garnalenkroketjes maken en jouw eigen garnalenkroketjes waren haar maatstaf om dat na te bootsen op haar eigen manier. Wat heel leuk was en voor ons als familie deelde ze uit natuurlijk een hele bende. Ja. Andere kant, we keken net even terug over de stad. Over je afgelopen 60 jaar. Als je 60 jaar vooruit kijkt, waar zie je nu op dit moment de kansen en bedreigingen voor maatschappelijke ontwikkelingen,
impact op je bedrijf? Dat is een hele grote vraag. Ja. Ja, Kees, kan vertel. Kan je het samenvatten? Jees, ja, het is jouw vak om dit samen te vatten. Nee. Toch? De grootste maatschappelijke uitdagingen voor de komende 60 jaar voor de stad. En het is nu jouw taak om het te beantwoorden. God, daar kom ik niet uit, hoor. Dat is voor straks bij de borrel, onder het genot van een kroketje. Wel een leuke vraag, hoor. Maar, ja. Maar er zijn geen garnalenkroketten vanavond, hè? Nee, de natuur is grillig. Ze zijn er niet. De garnalen, ja. Nee, niet die kroketten zijn. Ja, maar ik heb het van horen zeggen. Als ik nu bij Tel, want daar ga ik mijn garnaaltjes halen als ik een klein receptje maak. Maar verleden week hadden ze het nog maar de hoofdprijs. Want er is een paar keer een voorjaarsstorm geweest. En duiken garnalen gaan heel diep zitten. Dus die vissers die komen gewoon met een paar kilo thuis. Ja. Dus Nico, Nico, je krijgt ze niet eens, hè? Dus al zou je willen, ze zijn er niet. Ja, hier en daar kan je wel een onsje kopen voor 8, 9 euro per ons. Maar het komt wel, dus het komt weer goed. Want doorgaans is het zo, als alles normaal is, dat hoor je van de mensen uit Ameland op Terschelling, dan kunnen ze op het strand die beestjes gewoon scheppen. En dan worden ze gekookt en vers gepeld, ja. Maar dat is even niet het geval. Dus geen garnalenkroketten. Even kijken, zijn er nog mensen die... daar is nog een vraag. Iedereen wil naar die kroketten, dus niemand durft meer vragen. Ja, ik heb een andere vraag. Hoe bent u ertoe gekomen om advocaat te maken? Advocaat? Ja, dat fascineerde me altijd al. En het is namelijk zo... Er is één advocaatfabriek bij mijn weten. Nee, Van Wees maakt het ook. Maar die zegt ook niet hoe die het doet. Maar in de Driehoekstraat. Maar er is één advocaatfabriek. En die staat in Middelharnis. En die maakt allemaal private labels. Dus Zwarte Kip en weet ik. Al die merken die komen daar vandaan. Maar er hoeft op een fles advocaat niet te staan wat erin zit. En... Hoe kom je er dan achter? Dus als je recepten opzoekt, dan zie ik een recept met gecondenseerde melk. Soms opgeklopt ei. Het ene is nog ingewikkelder dan het ander. Ik heb, en die goede man is nu al 15 jaar overleden, maar Eef Schouten. Ik noem zijn naam ook in het filmpje, want dat moet gewoon. En die zegt, ja joh, je doet veel te ingewikkeld. Eidooiers, suiker... En hij zegt brandewijn, maar wij gingen later wodka en nu is het oude jenever. Alle drie bij elkaar. En hij deed in de 50er jaren nog geen vanierstokje, want dat was onbetaalbaar. Nog steeds heel duur, maar toen voor de gemiddelde bakker, die gebruikte dat helemaal niet. Dus nu is het alle drie bij elkaar, heel goed roeren. 62 graden in het koude water. Even in de microfoon. En heel goed te doen. En... Ik deed het. We hadden een fles wodka. Want we deden brandewijn op zijn aanraden. Maar die fles wodka was er. En toen bleek het zachter te zijn. En datzelfde geldt voor oude jenever. Die is wel duurder. Van Wijnand Fokking. Dat hebben ze nu in de zaak. Maar ik maak nu op het ogenblik. Boven, doe ik gewoon zelf. Van oude Rutte. Want een goede vriend is een jaar geleden overleden. En zijn partner. Die zegt, ik heb hier nog 6 flessen Rutte. Wij dronken altijd samen een borreltje. Dus ik heb nog een half jaar. En dan, dus dat kan ook. Als het maar 40% is. En het fascineert me. Want ja, ijs met slagroom en advocaat, wat moet je nou nog meer? Er wordt nog gevraagd... Of gewoon een advocaatje. Kees, mag ik nog één? Er wordt nog gevraagd wat Rutte is. Wat zeg je? Wat Rutte is, wordt er nog gevraagd. Oh, sorry, dat is een jenevermerk. Ja, sorry. Wat ik ook nog even wil zeggen. Mensen die het einde. Mensen die heel ziek zijn. En die willen graag nog een advocaatje. Maar ik heb het pas nog gemaakt van iemand. En dat deed ik er opgeklopt. De slagroom erheen, want anders is het te heftig. Maar dat is iets. Als je helemaal niks meer lust, dan krijg je dat nog naar binnen. Ja. Nou, dat.
Ja. Wie zegt, er zijn nog een paar vragen. Ja, toch nog een vraag voor de kroketten. Ik vroeg me af, we hebben het best wel veel over klassiekers gehad, maar wordt u nou wel eens nog eens verrast door een leuk gebakje of iets waarvan u denkt, nou, dat is nou echt lekker? Ja, natuurlijk. Als wij, wat dan? Je bedoelt op de zaak of gewoon waar dan ook? Ja, waar dan ook? Ja, nee, wij blijven altijd nieuwsgierig. Als wij in Parijs of, ik zeg het weer, Gent of Brussel of Antwerpen, toch weer die Belgische steden, dan zie je iets van, of Italië, want Italiaanse patisserie is ook fantastisch, heel eenvoudig, maar puur. Dus, en dan ga ik niemand lastigvallen van, god, dat moet je eens gaan maken. Maar dan gaan Stella en ik zetten het op YouTube, bijvoorbeeld een Frans taartje, een galette. Dat is een taartje, daar waren we door verrast. En dat zie je hier niet bij Nederlandse bakkers. Dat is een plakje boterdeeg. In het midden leg je, dan doe je een beetje amandelspijs op. Dan fruit en dan vouw je die randen toe. Als een soort lijstje, maar een beetje slordig. En dat bakken. Dus dat is heel, in de provincie in Frankrijk zie je die taartjes. En dat gaat met de seizoenen mee. Wat voor fruit is er? Nou, en dat doen wij dan. Stella en ik op YouTube zetten, dan hebben de mensen een ideetje. Maar ik ga niemand bekeren van dat moet je gaan doen. Maar ze kunnen het filmpje zien. En ja, dat is even wat me te binnen schiet. Zo'n heel eenvoudig, dat kan iedereen. Dus geen taartpan nodig, niets. Leuk, okay. En toch door verrast. Galet. Nou, we gaan nog even kijken wie er nog zegt. Mijn vraag moet echt nog gesteld worden. Ik durf de mensen ervan nog even van de kroketten te weerhouden. Hoeveel handen zie ik nog omhoog gaan? 1 helemaal achterin en 2. Okay, deze 2 mensen mogen hun vraag nog stellen en dan gaan we naar de kroketten. Mis je de overbuurman de slager niet, Cardozo? Mag daarvoor. Of je de overbuurman de slager mist? Ja, Rodriguez. Mm-hmm. Ja. Mag ik daar nog iets over zeggen? Ik had zijn. Verleden week heb ik gesproken met Erna van den Berg, die ons Vijzelgrachtkrantje. Nou, dat klinkt denigrerend, want er worden er 6000 uitgedeeld in de buurt. En die heeft over Rodriguez gesproken, geschreven. Of ik nog wat wist. En Dini Schouten, die vroeger bij Vrij Nederland werkte, later de pasteibakkerij in de Uiterwaardestraat begon, samen met Floris. Die werkt nu voor Ons Amsterdam, die levert bijdrage. Een heel groot stuk over Rodriguez, weer gepraat. Ik kon het volgende over Rodriguez zeggen. Het was echt een slager die in Frankrijk zijn ambacht geleerd heeft. En dat houdt het volgende in. Hij kocht vlees op het abattoir en dat hing die ongekoeld in de winkel. Dat doen de Fransen ook. Dan besterft het vlees. Hij was altijd in conflict met de warenwet. Ja, want die vonden dat niet goed. Het moest onder de 7 graden. Dus altijd gedoe. En ik kan ook wel even zeggen, die paté die terecht beroemd was. Dat vlees was adellijk. Zegt iemand dat wat? Gewoon wachten. Knikken, ja. Tot het nog net kon. Ja. En oké. Nou. Oké, de allerlaatste. Er werd wel eens. Eén zinnetje nog. Eén zinnetje. Eén anekdote. Dat werd ook gezegd en mensen kwamen er. En wij, Petra ging ook altijd paté halen. Als je langzaam naar huis loopt, liep de paté voor je uit. Nou, maar toch heb ik hem hoog zitten. Mooi antwoord op de vraag. De allerlaatste vraag van achteruit de zaal. Ja, we hadden het net over nieuwe baktrends. En nu ben ik toch eigenlijk heel benieuwd wat uw ongezouten mening is over de krompoes. Toch weer die wat je ongezouten mening over de krompoes is. Hij kwam toch nog voorbij. Ja, tuurlijk. Nee, niets. in de winkel is het ook niet. Nee, natuurlijk niet. Want maar wat is je mening? Nou, ik vind een croissantje. Dan moet je een stukje van afbreken en wat boter of jam. En meer niet. En niet doorsnijden, iets ertussen of... Nee. Nou. Gewoon zoals een Fransman het eet. Vind je niet? Ja, vind ik ook. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Nou,
dat was het antwoord. Dat was het dan. Dat was Amsterdamse iconen met Kees Holtkamp. Heel erg bedankt. Het was een genoegen dat je hier wilde zijn. Ja, een hard applaus. En heel erg dank dat jullie natuurlijk ook de boterkoekjes hebben meegenomen. En dat we zo nog van de kaaskroketjes en de kalfskroketjes kunnen gaan genieten. Geweldig. Ik wil ook mijn collega's Cecile en Luna bedanken die de redactie hebben gedaan voor dit programma. En natuurlijk mijn collega's van de techniek. En jullie natuurlijk als publiek, dank voor jullie mooie vragen. Dat heeft denk ik echt het gesprek verrijkt. Dus dank daarvoor, heel erg leuk. En je kunt nog vriend worden van Pakhuis de Zwijger. Altijd leuk, vinden we altijd leuk. Dan kunnen we het gratis houden. En we zien jullie in het café zo, waar de kroketjes ook te vinden zijn. Bedankt. Jij bedankt. Geen dank. Graag gedaan.